Robbie Petit. Dat is met alle charlatanen. De volgende deelnemer is nummer 4, eigenlijk de laatste voor de pauze. De volgende kandidaat is dus eigenlijk de kleinste deelnemer van vanavond. Het is eigenlijk echt wel een koddig manneke. Verleden week is die nog, was hij gewoon aan het wandelen op het trottoir. Hij is zo opgezogen door zo'n straatveegmachine. En zo is. Maak een dag een applaus voor de laatste kandidaat van vanavond, Dries van Zandt. Ik ga dit ding even aan de weg zetten dat je me te goed ziet. Dat is het probleem. Dames en heren, hallo, Brugge. Hey. Ik heb in Nederland gespeeld, de maandag. En natuurlijk moeten we dan even langs Amsterdam. We hebben daar wat zotte dingetjes gezien. In sekswinkels verkopen ze daar opblaasschapen. Hoe triestig zijn ze eigenlijk als je zelfs geen echt schaap kunt krijgen, denk ik. Dat je dan zo in een wijk komt gestrompeld, zo, hey schat, zien we nog graag? Dat is uw antwoord op alles. Wat ook heel leuk is, is dat we zo'n junkie in Amsterdam, want die zijn er veel, zo heeft van die mensen waar kleine kinderen van zeggen, haha, kijk, de meneer krapt op bij ons in de arm. We hebben daar een junkie gezien en die dreigde ermee van in de gracht te springen. En daar stonden zo'n paar politiemensen naast en op de duur, echt versterking, echt zo half het politiekorps van Amsterdam Centrum stond er rond. Fantastisch om te zien. En die begon te dreigen, hè. Ik zal het ongeveer proberen voorstellen, meneer, u gaat niet springen, hè. Of zo. Dan niet. Dus wat doet een van die politieagenten, trouwens mijn held van het jaar, wat doet die? Die plukt een willekeurige junkie uit een coffeeshop om te vertalen. Je trekt je erbij en dan is het ongeveer zoiets, meneer, u gaat niet springen, hè. Hij zegt dat u met uw handen van hem af moet blijven. Of hij belt de politie. Zoiets. Ah, Jezus, Jezus. Ik heb in Antwerpen, ik studeer in Antwerpen nu. Ja, ik heb daar mijn manwordingsritueel doorstaan. Ik ben helemaal alleen door Borger uitgestapt. Ja. De mensen die niet weten wat het is, Borgerhout, dat is een beetje de allochtone wijk in Antwerpen. En dat is eigenlijk gewoon één rechte lijn naar het centrum. Je kunt daar niet verdwalen, hè. Ik kwam zo aan het begin van Borgerhout en dat is daar zo kebab, 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 souvenirwinkel. Kebab, 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 kebab. En zo na... Wie heeft er twee dames en is erin geslaagd om op 2 minuten te verdwalen? Dan deze. Gelukkig komt er zo'n opgefokt auto ook naast mij staan, zo en met 5 man in zo. En die speelde Arabische hiphop. Kennen we Arabische hiphop? Dat is zoiets gelijk. En ik zeg, excuseer, hoe kom ik in het centrum van Antwerpen? Wat, dat is keigemakkelijk, jongen. Waarom praat hij nog hoog? Ik weet niet. Wat, dat is keigemakkelijk, jongen. Je gaat gewoon met een auto. Je gaat gewoon altijd recht daar, jongen. En na 5 minuten gaat je gewoon met een kebab naar rechts. Dank u. Dank u. Het is moeilijk voor mij, dames en heren, om serieus genomen te worden als comedian, want ik krijg veel commentaar, hè, is het niet over mijn gewicht, is het over mijn lengte, en ik heb elke kutmop al gehoord, dus echt waar, je mag het proberen. Als het regent, zeg jij ook de eerste die het weet, hè. Hoe is het daarboven? Vroeger vond ik dat ambetant, hè, maar nu is dat zo goed dat het hier boven is, dat wil je niet weten. Ik heb chronische koppijn omdat ik overal heb een kop tegen mag. De lucht is hier ook veel ouder, dus ademen is veel moeilijker. Ik heb zelfs een keer zelfmoord proberen te plegen en toen ik op het stoelje stond met de strop rond mijn nek en ik stapte er twee, stond ik nog gewoon recht. Ja.
en brak de steunbalk. Dat ook. Ik draag trouwens een 48, 49 van schoenen en inderdaad, dames, het is waar als ze zeggen van mensen en echt nee. Ja, ik draag inderdaad twee verschillende schoenen. En ik moet mijn schoenen ook altijd kopen in het stukje van de winkel met de kapotte chauffage en waar dat lampje zo flikkert. Dat ze toch niet wordt gemaakt, want er komt toch niemand. En dat ze van 43, 44. En dan improviseren we wel wat. En dan vragen ze van mij, welk merk heb je gekocht en welke kleur? Ik zeg precies nog, ik heb keus. Ik heb keus tussen de witte en de zwarte maat. Ik heb de zwarte naam vandaag bruggen en het is een feestelijke gelegenheid. En witte sokken, want er lag niks anders brood bij in de kas. Ja, dankjewel. Nee, en, over keiharde porno gesproken, ik... Ik kan niet goed om met kinderen. Nee, ik bedoel, ik ben er ook niet voor gebouwd, hè, wat ons eerlijk zijn. Voor interactie met een kind. Kan ze niet op zo'n kind afstappen, kleine fucker. Hoe is het? Kan het niet vragen, hè? Voor die kleine is dat gewoon... Hey, kleine. Wat wil jij een snoepje hebben? Kan ik niet vragen. Nee, je weet pas echt dat je monster bent als alleenstaande moeders u beginnen te gebruiken om hun kinderen schrik aan te jagen. Ja, mensen gaan dat niet verstaan als je niet zet gelijk ik, maar ik zit met, gewoon met mijn eigen zaken te moeien op treinstation of een andere openbare plaats, ik weet het al niet meer. En ineens komt er een alleenstaande moeder met haar kind recht tegenover mij zitten. En alleenstaand, hè, ik ken dat wel, alleenstaande moeder herkende aan het kind, hè, moeder, en alleenstaand, zo aan de wallen onder haar ogen. En, daar zit de deur. En, dat kind is een beetje druk, 6-7 jaar, hè, kennen dat, zo'n beetje natuurlijke ADHD, zo. En dat kind begint zo op te spelen, en op den duur geraakt die moeder zo stilletjes aan het kookpunt, en dan begint ze die om te kopen. Kennen dat? Kinderen proberen omkopen. Met chocolat en met kleurkrijtjes. Dus een kleine stil krijgen met suiker en felle kleurtjes. Ik heb zo mijn twijfels over uw ouderschapsmethodes. Nee, je zult wel een hele goede mama zijn. Allee, niet zo goed, want de papa is dan weg en zo, man. Je snapt het idee wel. Op den duur geraakt hij echt op het kookpunt en dan is het zo... Ja! Of welke andere kutnaam dus verzinnen voor uw kinderen tegenwoordig. Jaren! Nee! Ga de stil zijn! Of de meneer! Of de meneer wou. Dus ik ga daar effectief naartoe. Dacht, dat is leuk. Ik geef die kleine met een gsm. En ik zeg, hier, de papa wil iets zeggen. Dus ik heb hem inderdaad iets afgepakt. Al zijn dromen. Wie heb ik aan de lijn? Niemand. Ja, met het overlijden van Whitney Houston ben ik even gaan nadenken. Veel mensen, als hun idool overlijdt... Ja, niet hoor, Whitney Houston, mijn idool was... Veel mensen, als er zo iemand belangrijk overlijdt, gaan ze zo nadenken van, goh, wat wil ik met mezelf laten doen nadat ik overleden ben? Weet je, zo van die heel enge mensen, die daar hun eigen begrafenis plannen en zo. En ik heb zo bedacht van, goh, ik heb zo'n codicilletje ondertekend dat ik al mijn organen aan de wetenschap schenk. Ik wil al mijn organen er laten uithalen, volledig laten volproppen met popcorn, en dan in de oven. Dat ze daar zo echt aan de oren staan van... Is dat de bedoeling? En als we na 10 minuten... Hey. Ik heb wel moesting voor een filmpje op te zetten. Bruggen, dank jullie wel. Daar ga ik het wel aan. Geniet van de rest van de avond.